geestelijke ziel gegeven door onze ouders bij onze conceptie, dus de vraag die ik stel is, toen onze ouders zich lichamelijk met elkaar verbonden en zij ons verwekten, via hun geslachtcellen, eicel en spermatozoïde, droegen zij onze ziel over, komt het daar vandaan? Het antwoord is dat een oorzaak, in dit geval materieel, een spermatozoïde, een eicel, een gevolg kan voortbrengen dat niet materieel is, maar onze geestelijke ziel, zoals ik in deze video's heb laten zien, brengt in ons iets voort dat boven de materie uitgaat, onze intelligentie, die in staat is om niet tekenbaar objecten te begrijpen, die we begrijpen of die we niet begrijpen, zoals het begrip oneindigheid, van eeuwigheid, en dan anderzijds onze wil die kan kiezen om een geestelijk goed lief te hebben, bijvoorbeeld om het eeuwige leven lief te hebben, om God lief te hebben die wij niet kunnen zien, maar die wij wel kunnen begrijpen, aangezien dus de oorzaak, de ouders, een stoffelijk gevolg overdragen, kunnen wij zeggen dat de ouders twee dingen aan ons overdragen, namelijk alles wat in of aan het lichaam, dus aan de genetica, verbonden is, namelijk ons biologisch lichaam en wat daaruit voortkomt, ons psychisch leven, met inbegrip van onze hersenen die gewaarwordingen, gevoelens voortbrengen, een heel gevoelig temperament wordt ons doorgegeven door onze ouders. Het is heel goed mogelijk dat als wij twee zeer nerveuze ouders hebben, wij, niet noodzakelijk omdat wij voorouders hebben, waarschijnlijk een nerveus temperament zullen hebben, zo is het, omdat het van hen is doorgegeven. Anderzijds, aangezien wij niet alleen lichamelijk zijn, maar ook een geestelijke ziel hebben, die niet uit materie bestaat, moet zij van elders komen, en daarom kan dit elders noodzakelijkerwijs alleen de schepper zijn, de almachtige God die het in ons schept. Ooh.